Goedemorgen allemaal en welkom bij de Woensdagwijzer. Vandaag voor jullie de stelling: Ank Bijleveld had de liquidatie van Soleimani niet moeten afkeuren. Dat zou goed zijn geweest omdat je daarmee de internationale veiligheid en vrede hoog in het vaandel zou hebben staan. Aan de andere kant heeft Ank Bijleveld met het steunen van de VS wel weer onze bondgenoot vriend gehouden. Wat vind jij?